Hey daar, ik wil heel graag wat vertellen over het plan voor het grote Klimaatmarsorkest. Komende zaterdag, 10 maart, is er de Klimaatmars. En mijn idee is om daar met heel veel muzikanten en zangers naartoe te gaan. Tussen 10 en 12 maak ik een repetitie. En we hebben natuurlijk niet een vast repertoire. Het is niet zo dat we kunnen zeggen, we zijn een harmonieorkest, we hebben partijen, we kunnen dat van tevoren instuderen. Want de bezetting, ja, dat hangt af van iedereen die zich opgeeft. Dus het wordt geen standaard orkest. We kunnen geen gewone liedjes instuderen. En het zou ook gekke werk zijn natuurlijk om in 2 uur een heel repertoire te maken. In plaats daarvan gaan we improviseren, maar wel met een structuur. Dus ik heb een aantal elementen die ik met jullie wil gaan voorbereiden. Misschien, ik maak tekens met mijn vinger. Ik zeg, begin met een lange, lage toon. Voeg tonen toe. Maak een groot akkoord en laat het weer stoppen. Of laat een toon geleidelijk een soort ritme krijgen. Het zijn dus klanken, golven geluid, maar ook melodieën. Ik hoop dat een aantal van jullie misschien fantastische solo kunnen maken. Iets kunnen improviseren. Dat gaan we samen als het ware koken. Gaan allemaal als voorbereiden op de zondagochtend. En uiteindelijk in die mars wordt het natuurlijk heel erg voor mij ook een uitdaging en spannend hoe dat precies zal verlopen. Je moet je voorstellen, om 1 uur komen al die mensen samen op de Dam. Er zijn een aantal orkesten bij, die hebben hun eigen repertoire. Er komen wat toespraken, zelfs een paar optredens vanaf het podium. Daar doen wij verder niet aan mee. Maar dan gaat dus die hele mars lopen. En wij gaan dan een plek vinden met ons orkest en onze zangers in die stroom mensen. Dus als we die plek gevonden hebben en als we ook gewoon merken van hé, hier, nu is het moment, dan gaan we spelen. En ik vind het heel moeilijk te voorspellen of het daar een heleboel kabaal is, of dat iedereen juist heel rustig aan het lopen is. Of mensen snel lopen, of dat ze heel erg langzaam stilstaan. Ik heb geen idee. Dat betekent ook dat we ons moeten voorbereiden, misschien op verrassingen. Misschien regent het, misschien schijnt de zon, misschien waait het. Misschien moeten we dingen veranderen, misschien moeten we dingen omgooien. In die zin wordt het een avontuur. Zorg dat je warme kleding bij je hebt en misschien wat lekkers voor onderweg. Het kan een paar uur duren, in ieder geval wil ik rond 1 uur of 3. Zorgen dat we op het Museumplein zijn. Daar komen ook andere orkesten heen. Die hebben samen een aantal stukken die ze spelen. Wij zullen ook op een bepaald moment met hun samen nog zo'n stuk laten horen. Nou, ik noem het improvisatie. Ik ga jullie ook een aantal noten sturen. Dus simpele bladmuziek. Zodat we dat ook kunnen voorbereiden. Maar dat, je moet je voorstellen, dat zijn er een aantal maten die je uit je hoofd kan leren. En die ik ook kan gebruiken in dat grote geheel. Nou, als je geen bladmuziek leest, misschien speel je zelfs helemaal geen instrument en kom je met een pan en een pollepel, dan ben je ook van harte welkom. Ook kinderen kunnen meedoen. We gaan juist ook zorgen dat we dat soort geluiden, klanken, momenten een plek geven in het grote geheel. Nou, ik hoop dat je met heel veel mensen nog mee kan nemen. Dat we met een flinke groep zijn. Dat we ook gewoon een muzikaal avontuur gaan maken. Elkaar gaan ontmoeten. En uiteindelijk voor de goede zaak de mars gaan lopen. Ik kijk er naar uit. En ik hoop je te zien zondag.